Welkom bij de Queer Movie Talks, een online talkshow voor, door en rondom de roze filmdagen. En in deze talkshow gaan wij, Tirza en Anne Fleur, het hebben over verschillende thema's die relevant zijn voor de LHBTQIA+ gemeenschap. En vandaag gaan we het hebben over deconstructing masculinity. Oftewel, wat zien we als mannelijkheid, wat niet en waarom is die definitie nou zo benauwend? Bij ons aangeschoven, want we gaan het natuurlijk niet alleen doen, hè, als twee vrouwen zijn, dat lijkt ook een beetje gek. Zijn filmmaker Mel Opti, activist en theatermaker Tijn de Jong en journalist Stijn de Vries. En ik dacht misschien even om onze stereotypes over dit onderwerp meteen even op tafel te gooien. Waar we allemaal direct aan denken bij het clichébeeld van wat is een man. Waar moet jij dan het eerst aan denken? Niet huilen. Ja. Niet huilend, ja. Dat zei je ook al in de voorbereiding, ja. Hè? Ja. Jij, Mel? Spierkracht. Oké, dus een niet huilende spierbonk. Yep. Niet huilende spierbonk die alleen maar barbecuevlees vreet en bier drinkt. Mm-hmm. En voetbal kijkt. En voetbal kijkt, dus volle bingo kaart. Ik wilde ook zeggen, bier kijken, voetbal en af en toe tieten roepen of zoiets, toch? Dat hoort erbij. Precies, en dan buiten de vrije tijd heel veel geld verdient. Ook al het geld van het hele huishouden. Ja. Nou. Dat was het. Dit was de aflevering voor vandaag. Heel leuk dat jullie erbij waren. We hebben gevonden. Ja, fantastisch. Deze hoeven ook niet meer. Nee, wij gaan natuurlijk dit beeld gaan we proberen waarom wij eigenlijk als maatschappij hier een beetje zo tegenaan kijken. En Stijn, nu wil ik eigenlijk bij jou beginnen. Want jij hebt voor BNNVARA een documentaire gemaakt over het mannelijk schoonheidsideaal. Ja. Mooi man, prachtig documentaire. Was dat onderwerp al iets waar je langer mee bezig was? Ja, heel. En het ging ook over inderdaad schoonheidsidealen onder mannen. Want ik ben zelf heel lang... best wel slank, dus ik was niet die spierbundel die ik alleen maar zag in films, in series, in commercials. Plus er wordt ook nu steeds meer van mannen ook verwacht dat we meedoen met dat schoonheidsideaal. Dus dat we naast dat we inderdaad voetbal moeten kijken en weet je, de titel leuk moeten vinden en vlees moeten eten. Yeah. Wordt er ook van je verwacht dat je en een strakke kaaklijn hebt en een sixpack. En weet je, dat je ook nog meegaat in die soort van nieuwe, het is niet een trend, maar in dat nieuwe schoonheidsideaal. En toen ging ik dus vanuit mijn eigen onzekerheid om te laten zien, mannen zijn ook onzeker, mannen hebben ook gevoelens. Mm-hmm. Ging ik op zoek naar waarom ben ik onzeker, wat kan ik er tegen doen. En helpt het als ik dus dat gespierde lijf probeer te bereiken, helpt dat met mijn onzekerheid, ja of nee? En hielp dat? Ja, dus eigenlijk wel, erg hè? Vind ik eigenlijk een hele stomme conclusie vond ik dat, maar ik voelde me dus wel lekkerder in mijn lijf daarna. En dat zat dan in hoe je er uiteindelijk uitzag of ook het sporten zelf? Allebei, dus ik merkte ook, het is ook gewoon wel echt heel erg lekker om te sporten. Ik voelde me gewoon altijd goed daarna. Mm-hmm. Maar het was dus ook omdat ik net wat strakker in mijn vel zat of zo, dat ik dan toch dacht, oh, nu hoor ik er iets meer bij of zo. En dat ging natuurlijk heel dom, maar ja. En dan helemaal ook in de gay scene waar ook iedereen een soort wasportje lijkt te hebben en echt een kaaklijn van hier tot Tokio. Ja, toen dacht ik, oké, ik pas er nu net nog iets meer bij. En kreeg je die validatie dan ook van andere mensen die bijvoorbeeld niet wisten dat je aan dat project bezig was en zeiden van, oh, wat ziet er goed uit, oh, wat, ja, breder en En ik ben ook nog steeds aan het sporten gewoon omdat ik het leuk vind. En gisteravond had ik een verjaardag en zeiden mensen ook, oh, je bent echt breder geworden in je armen en dat zie je nu niet, want ik heb echt altijd dit soort dingen aan. Maar, en dat voedt dan ook weer jouw onzekerheid en dan denk je, oh, oké, dus ze vinden het mooi, en ze vinden het mooier, dus dan ga ik, en ik vind het zelf ook mooier, dus dan ga ik nog meer. En je hebt het dus over het sporten, maar in je serie heb je het ook over wat je zegt, dat ideaal waar mannen aan moeten voldoen, wordt ook steeds hoger, omdat ze ook cosmetische ingrepen gebruiken. Ja. Wat voor rol speelt dat nou in de druk die er ontstaat voor dat mannelijke ideaal? Ik denk een mega rol, omdat ik sprak ook met Gürsay en hij had volgens mij echt, zonder grap, ik denk minstens 12 ingrepen aan zijn gezicht gedaan. Dus injectables of fillers of botox of whatever. En het is gewoon zo dat ik ergerde me aan het beeld van tienermeisjes. Heel dom gezegd, tienermeisjes zijn onzeker. Vrouwen zijn onzeker, mannen niet. Want die zijn stoer en kunnen niet onzeker zijn. Mm-hmm. Ergerde ik me kapot aan. Dus ik dacht, nee, ik ben ook onzeker. En ik wil ook laten zien dat meer mannen dat ook zijn. En een cosmetische ingreep, dat voedt natuurlijk wel je onzekerheid. Dus je ziet iedereen met zunne kaaklijn, weet je, daar, ik wilde ook kaakfillers. Iedereen heeft een geweldige haargrens, volle bos haar, alles is de een is mooier dan de ander, smal neusje, weet je. Ja. Dus je ziet alleen maar allemaal van die gespierde, knappe spierbundels. Mm-hmm. En toen dacht ik wel, ik wil dit ook. En toen heb ik dus zelf ook echt kaakfillers overwogen. Ja. Kon uiteindelijk niet, want ik was er allergisch voor, of ik blijk allergisch voor dat stofje te zijn. Maar ik denk, als ik dat wel had kunnen doen, en
kaakfillers had, dan dacht ik, oh, het ziet er waarschijnlijk dus, dan was het goed gelukt, hopelijk. En toen dacht ik, oh, nou kan ik hier ook nog wel. En dan kan ik misschien ook nog wel hier vet laten wegzuigen. Ja, ik denk dan dat het dan wel. Slippery slow. Ja, ik denk dat het dan echt heel snel kan gaan. Ja, en je had het ook over tienermeisjes. Dan denk je natuurlijk aan je ontwikkeling, aan tiener zijn. Wat nou, was voor jou nou het eerste moment dat je begon te twijfelen aan, dat je voor het eerst niet mannelijk genoeg voelde? Oeh, maar ik denk dat echt al was toen ik 8 was of zo. Omdat ik echt met, of 6 misschien zelfs, want ik wilde met Barbie spelen, weet je zo. En toen wist ik toen al op verjaardag als ik een Barbie kreeg. En dan een oom net een beetje scheef zag kijken, dat weet ik nog steeds. Snap je? Dus die dingen die je dan meemaakt, dan weet je van, oh ja, ik pas niet in dat hokje. Ja. Werd dat ook tegen jou gezegd? Merkte je dat ook vroeger? Was het ook echt van, dat vriendjes of vriendinnetjes tegen je zeiden, waarom doe je dat? Of je erop wezen dat het in elk geval niet van je werd verwacht? Ja, op school heel erg. En dan op een gegeven moment, dat ga je heel, tenminste ik had dat ik heel snel dacht, oké, laat maar, helemaal laten gaan. En als ik het dan deed, een beetje met een pop spelen of whatever, dan echt thuis in mijn kamer, stiekem. In mijn eentje, stiekem, weet je zo, tot mijn 7e, 8e. Mm-hmm. En op een gegeven moment, je groeit natuurlijk ook uit die leeftijd, maar dan ga je dus net als andere jongens ook denken, oh ja, leuk. WWE-filmpjes op YouTube, weet je wel, worstelende mannen kijken. En, heel veel voetbal toch, alsnog, ja. Voetbal, FIFA, weet je, ik was wel heel goed in Call of Duty. Dus daar, on the record. Dat ging wel goed, maar toen liet ik dat, een soort van die vrouwelijke kant, om het zo maar te noemen, die liet ik helemaal varen, omdat ik dacht, ik wil erbij horen, ik wil niet buiten die boot vallen. Dus ik denk dat ik me echt op heel jonge leeftijd al best wel bewust niet masculien genoeg voelde. Ja. Is dat voor jullie herkenbaar dat je denkt, oh ja, gedeeltes van mijn identiteit heb ik echt wel proberen te verstoppen, Tijn? Ik ben dat vooral natuurlijk gaan merken toen ik in transitie kwam. Toen ik in transitie ging, ik dacht, als ik in transitie ga, dan kan ik dat hele schoonheidsideaal van vrouw zijn helemaal loslaten. Mm. En toen voldeed ik zeg maar aan het deed ik meer aan een soort ideaal van man zijn. Ja. Toen besefte ik me wel van, wow, er zijn voor mannen ook echt zoveel regels. Wat was het meest verrassende waarvan je dacht, daar had ik echt totaal niet over nagedacht? Eigenlijk niet. Er is niet iets waar ik heel verrast over ben. Want ik bedoel, we krijgen natuurlijk ook, wat jij ook zegt, we krijgen continu signalen over hoe je eruit hoort te zien als man. En dat is echt die sterke, dat is altijd nog steeds gefocust op spieren, dun, spier, ja, lang. Ja, zeker. Ja. Ja, en haar is inderdaad heel belangrijk. Eigenlijk heel veel dingen gewoon. Ja. Ja, want het is best een bijzondere positie die je hebt. Omdat je natuurlijk inderdaad eigenlijk van twee kanten de schoonheidsidealen mee hebt gekregen. Met oké, dit is wat het moet zijn. Klopt. Als man zijnde, waar liep je dan zeg maar tegenaan? Kon je daar makkelijker over praten? Of denk je, oh, misschien eerder voor die transitie was het makkelijker om te zeggen van, ah, die schoonheidsidealen, we moeten allemaal dunne modellen zijn op de cover van Vogue. Ik denk wel in die zin dat er voor de schoonheidsidealen voor vrouwen in die zin wel meer over al gesproken wordt. Mm. En dat is denk ik ook wel een belangrijk punt, is dat rondom masculiniteit natuurlijk het verbergen van je emoties en het sterk zijn en het verbijten van je tranen. Dat is natuurlijk ook een groot onderdeel van masculiniteit. Daar past het eigenlijk helemaal niet in om zo kwetsbaar daarover te praten. Nou ja, dat is wel het idee wat je misschien krijgt van de normen die we meekrijgen. Ja, ja. Ja. En hoe was het voor jou, Mel? Ja, ik denk dat ik juist weer het tegenovergestelde had. Dat ik als kind heel graag wilde klimmen en ik wilde met Lego spelen en voetballen. Maar dat er van mij dus dan ook weer werd verwacht om meer te voldoen aan het vrouwelijke schoonheidsideaal. Ik ben zelf non-binair, transmasculien. Ik vond het heel moeilijk om daarin ook mezelf te ontdekken. En ik heb het echt sinds kort pas kunnen ervaren hoe het is om ook meer die masculiniteit te kunnen omarmen. En daarin ook te kunnen zeggen van, oh ja, het kan zowel zacht als in soms ook wat harder zijn. Er is niet één definitie van mannelijkheid of masculiniteit. En dat geeft mij zoveel vrijheid. Want wat is dan een definitie van mannelijkheid? Of wat zijn elementen van mannelijkheid waarvan jij je nou heel erg fijn bij voelt? Dat je denkt, nou, dit mag het ook zijn. Nou, ik kan soms eventjes, ik kan klimmen. Ik kan, op de straten van Amsterdam gewoon op hekjes klimmen en zeggen, nou, dat doe ik en dat vind ik leuk. En ook misschien soms even klunzig zijn. Of ook met andere non-binaire vrienden die ook masculien zijn. Gewoon een beetje, als bro's hangen. Ja. Dat is hartstikke leuk om te doen. En je zegt, sinds kort heb ik dat eigenlijk pas kunnen doen. Wat heeft dat voor jou veranderd? Ja, ik denk, ik ben op een gegeven moment ben ik mezelf meer gaan begeven in de queer scene.
ik dacht heel lang ook van, oh, ik ben vrouw. En ik denk doordat ik in de queer scene was, ook gezien hoeveel mensen dus ook DDM gebruiken. Wat heel fijn was, is dat ik vrienden om me heen had die ook me gingen aanmoedigen om te zeggen van, hey, oké, hoe is het dan nou als je die hun gebruikt? En ook met verschillende namen. Ja, een testrit. Dus alles mag. Dus, oh, je wil dit proberen? Nou, doe het maar. We gaan het gewoon toepassen. We gaan je andere namen geven. We do what you want. En zo, ik denk, fijn. Ja, dat is zo chill om dat te kunnen doen. Ik denk ook vooral in heteronormatieve settingen, dan voel je je soms heel erg bekeken. Of dan weet je niet zo goed. Of je misschien anders bent of raar wanneer je aangeeft dat je anders wil zijn. Mm. En binnen queergemeenschappen voel ik echt die vrijheid om dat wel te kunnen doen. En om gewoon te proberen. Ja. Had zo'n testrit jou ook kunnen helpen vroeger, Stijn? Om misschien die vrouwelijke kant van jezelf wat meer toe te laten op jonge leeftijd al? Of? Ja en nee, want het ligt er ook wel heel erg aan dat ik opgroeide in Twente. En ik haal echt van Twente, hoor. Dus ik heb het er vaak genoeg ook over in columns en zo. Dat mijn moeder zei, het is ook best leuk hier. Maar het was gewoon qua opgroeien daar, als je dan niet in dat hokje past, dan kun je inderdaad wel, zo, weet je, dat je vrienden dan dat aanmoedigen. Maar uiteindelijk is het gros dan alsnog anti wat je aan het doen bent. Of anti dat je anders bent. Dus toen ik in Amsterdam ging, of Utrecht eerst, en daarna Amsterdam ging wonen, toen leerde ik mensen kennen, inderdaad vrienden die me gewoon accepteren zoals ik ben. Zag ik ook andere vrienden die bijvoorbeeld dus nagellak opdelen. En toen dacht ik, oh wacht, dat is eigenlijk best wel vet. Ik kan gewoon, weet ik veel, 80 kilo wegsquatten met nagellak op. Kan prima. Dus je hoeft niet. Ook wat dat harde en dat zachte, dat begin ik nu eigenlijk ook pas sinds kort meer te experimenteren. Dus om ook te laten zien, het kan allebei. Dus ik kan en bier drinken. Ja, dat klinkt al allemaal zo dat dom, kan je gewoon. Ik kan gewoon bier drinken. Wat knap. Ja. Wat goed van jou. Ja, goed. Ja. Ik zie het Lowlands. Dus dat kan. En ik kan daarnaast een jurk aandoen. Ik had bijvoorbeeld een keer een jurk met een soort blazer eroverheen naar een feest. Nou, ik dacht, oh mijn god, ga ik dit doen? Mm. Maar dat durf ik echt door inderdaad andere mensen te zien. Ook mensen als jullie, weet je wel. Mensen uit de community, dat ik denk, je kan gewoon jezelf zijn. En er zijn zoveel kanten aan jezelf. Dus ik kan, wat ik zeg, ik kan dus ook gewoon nagellak opdoen als ik daar zin in heb. En als ik dat niet wil, dan doe ik het lekker niet. Ja. Kan allebei. En het taboe waar we het over hebben, ook dat er dus inderdaad soms wat moeilijker over wordt gesproken. Hoe kunnen we dat nou een beetje verruimen of proberen te doorbreken? Waar ligt die eerste stap? Hoe zie jij dat? Nou ja, ik denk wel dat het gewoon heel erg kan helpen om veel eigenschappen niet meer soort van te beschouwen als mannelijk of vrouwelijk. Ja. Maar te zeggen, het zijn menselijke eigenschappen. Zoals zorgzaamheid. Ja, dat is voor mij niet iets vrouwelijks of mannelijks. Dat is gewoon een menselijke eigenschap. Ja. Dus ik denk dat daar een heel groot begin zit. Ja. Inderdaad, Mel? Ja, ik zou het ook vooral onder elkaar willen bespreken. Dus ik denk, als we het hebben over masculiniteit, ik vind het heel fijn om ook gesprekken met andere masculine mensen te hebben over, hey, hoe is het nou om die druk te ervaren van het een man zijn en wat betekent dat? Ik zou dat onder elkaar meer willen openen en ook om te kunnen zeggen van, hey, het is oké als je verdrietig bent. Wil je een knuffel? Ja. Geef je dat? Ja. Ja, dat zou voor mij een volgende stap zijn. Ja, want jij hebt zelf ook een film gemaakt over vaders die weinig contact hebben met hun kinderen en dan in de film met hen weer connecten. Welke rol speelde mannelijkheid in de mensen die je daar ontmoette? Ja, ik heb die film gemaakt omdat ik ervaarde dat vooral onder zwarte vaders een stereotype beeld heerst waarin ze heel hard zijn, kunnen zijn naar hun kinderen. En het is waarschijnlijk ook heel universeel onder andere vaders. Maar ik merkte dat die zorgzaamheid heel erg miste. Dus een vader die het haren van diens kind kan verzorgen en ook daarin kan zeggen, ik hou van je. Ik heb het vooral heel erg herkend met mijn moeder, dat zij heel veel bezig was met mijn haar. En het moment dat ik mijn haar dus kort deed, nou, kon zij dat niet meer doen. Mm. En wist ik ook niet meer wie dan die zorg kon uitdragen. En het moment dat ik aan mijn vader vroeg van, hey, zou je me een keer willen helpen? En hij dat bij mij deed, dat heeft zoveel geopend. Wat deed dat voor jou? Nou, ik besefte me gewoon van, wow, pap, jij kan ook zorgzaam zijn voor mij. Jij houdt ook van mij en dit is jouw manier hoe je dat uit. En ik respecteer dat. Wat ons ook toen echt best dicht bij elkaar heeft gebracht. En ik heb die film toen gemaakt omdat ik ook wilde onderzoeken van, hey, hoe is dat met andere vaders en kinderen? Kan dat ook bij hun een bepaalde liefde en care
openen. Mm. En dat heb ik toen ook gezien. Dat vond ik echt heel mooi om te doen. Dat dat toch wel, dat dat inderdaad lukte? Dat het lukte, dat er ook veel frustratie zat. Dat er ook heel veel ongemak zat. Mm-hmm. De mannen wisten vaak niet wat ze moesten doen met het haar. Mm-hmm. En die vroegen dan ook aan hun kinderen van, hey, kan je mij helpen? Wat doe ik met deze crème en whatever? Ja. En ik vond het een hele leuke dynamiek om te zien dat het kind dan ook naar de vader helpt en vice versa. En dat het echt een uitwisseling wordt. Zijn we eigenlijk op zoek naar een nieuwe definitie van wat mannelijk zijn of masculien zijn inhoudt? Of zijn we op zoek naar het verwijderen van zo'n label überhaupt? Want eigenlijk zijn wat jij net zegt, zorgzaam, dat kan iedereen zijn. Maar is het dan ook, het kan me ook voorstellen dat inderdaad het label wat iemand mannelijk maakt, zelfs dat jij net zegt, Stijn, van ja, ik ben gaan sporten, ja, ik voel me toch lekkerder erdoor. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ja, je kan het dan niet doen om alleen maar fight the good cause. Maar ja, je wil ook door met je leven. Is het dan eigenlijk dat we een verruiming zoeken van dus wat het betekent om mannelijk te zijn, of überhaupt dat label eraf te trekken? Ja, wat denken jullie? Ja, ik vind mannelijkheid of masculiniteit, het is niet erg, snap je? Het is niet een soort een slecht label. Het is alleen slecht omdat je heel veel dingen dan dus, die passen daar niet onder. Dus ook wat jij zegt, zorgzaam zijn, verdriet hebben, onzekerheid, dat is niet masculien. Ja. Dus net als bijvoorbeeld zeggen of toegeven, oh, ik vind eigenlijk mijn haar niet mooi, of ik wil eigenlijk meer kaaklijn. Bijvoorbeeld als je naar het uiterlijk kijkt, dat wordt ook al snel gezien als verwijfd. Als je dat als man toegeeft, want dan ben je dus bezig met je uiterlijk. Dat doen echte mannen niet, ja. Dus dat is dan ook weer zo'n ding. Dus ik denk dat mannelijkheid, masculiniteit is niet een slecht iets. Ik denk dat het gewoon alleen een veel breder begrip moet zijn. Dus dat mannen ook kunnen huilen, dat ze ook onzeker mogen zijn. Dat ze ook een jurk aan willen als ze daar zin in hebben. Ja. En ik denk dat uiteindelijk in de praktijk dat heel weinig mensen gaan doen. Waarom? Nou, omdat ik denk, er zijn zoveel mannen, ook die ik ken, weet je. Het maakt niet uit waar je op valt, of je gay, panseksueel of straight bent. Het maakt helemaal niet uit. Ik denk dat er heel veel toch echt te bang zijn nog voor reacties. Ik ben ook wel eens uitgehuweld op straat voor weet ik veel wat voor scheldwoorden. Puur omdat ik, wat had ik? Ik had een roze t-shirt aan. Dus snap je zo. Dat was al genoeg om dat uit te roepen. Dat was al genoeg om voor een man om een raam open te doen en te zeggen, flikker, weet je zo. Mm. Ah, ja. Dus ik denk ik zou ook wel eens een keer gewoon hakken aan willen hebben om te kijken, hoe is dat? Hoe voel ik me daarin? Weet je wel, vind ik dat tof? En dat maakt verder helemaal niks. Dat heeft niks te maken met mijn gender of iets. Mm-hmm. Ik ben gewoon benieuwd hoe dat is. Maar ja, om dat dus op straat te doen, ja, dan krijg je een baksteen naar je hoofd. Ja. Dus ja. Ik denk dat in de praktijk dat heel veel mensen het al willen. En dat, weet je, dat zie je ook in mannen die parelkettingen nu dragen. Dat zie je ook heel erg in de mode van nu. Rokken, mannenrokken wordt helemaal een ding einde dit jaar, las ik. Dus het begint nu langzaam aan, maar uiteindelijk de mensen die het echt gaan doen en die echt een soort van die verandering opzoeken, ik denk dat dat nog heel weinig gaat gebeuren, hoor. Ja, want je ziet dat inderdaad steeds meer met een Harry Styles, Sam Smith, Tim Hofman, Billy Porter, Lil Nas X. Maar denk je dan dat het een trend is? Of dat het niet gaat vastbijten in de samenleving? Ja, kijk, want ik heb er toevallig ook voor Vogue over geschreven, over dus die mannenrokken. Dat is al een paar keer geprobeerd door de jaren heen. Elke keer mislukt, want dan is het even een soort van gezellig en dan zien ze het op de catwalk en dan denken ze cool. Inderdaad, een icoon blijft in high fashion, bij videoclips of fotoshoots, maar niet in het echte leven. Ik denk gewoon dat heel weinig mensen, dus als we dan nu heel weinig jongens bijvoorbeeld, dan denken, cool, ik ga ook een rok aandoen met een hoodie erop dit najaar. Omdat eigenlijk wat je zegt is ook, het risico is zo groot dat als je toch als man identificeert, dat je denkt, nou ja, dan blijf ik wel gewoon hier hangen. Precies, ja. En dan ik hoor ook dan mensen die zeggen, vrouwenkleding is veel leuker, je hebt op die afdeling veel meer keuze. Ja, maar jij zou dat ook aan kunnen doen, maar dat doe je niet, want je bent bang voor reacties. Dus het is gewoon, dat is een soort van visueuze cirkel van, ik hoor erbij en ik wilde niet buiten die boot vallen. Net als ik had toen ik dacht, oké, die Barbies, die stop ik weg. Mm-hmm. Omdat uiteindelijk wil iedereen ergens bij horen. Mm-hmm. Dus ik denk als meer mensen het gaan doen, dan maar als meer mensen het gaan in doen, de stroom meegaan. Ja, dus ik denk ook als je ziet dat je beste vriend, weet je, je vindt jezelf heel mannelijk en stoer en bier en tieten, maar je ziet dat je beste vriend tegen jou open is over zijn verdriet of zijn onzekerheid, dan begint het bij jou zelf misschien ook. Dus ik denk dat het heel erg is
dat je het eerst bij anderen moet zien voordat je... En ook in die close kring en niet alleen maar de paar celebrities die zich toch kunnen veroorloven. Ja, want die hebben of bodyguards of die worden al gezien. Of die worden al gezien als een mega-icoon en dat past dan bij het plaatje. Maar je kan ook een rok aandoen naar de appie. Klopt. Ik wil het heel graag met jullie even hebben over de definitie van een aantal jaar geleden. Ik weet niet of jullie het nog weten. Het was begin jaren 2000. En toen was de metroman was toen heel populair. Ja, misschien zijn jullie te jong, hoor. Toen was ik 2. En toen was je 2. Ja. Ik was toen 35. Nee, ik ga bijna met pensioen. Ja, maar ik zal het even voor je omschrijven. David Beckham was daar namelijk een van de glorieuze voorbeelden van. En dat zijn aantrekkelijke, meestal heteroseksuele mannen, vaak afkomstig uit een grote stad, die erg met hun uiterlijk bezig zijn en hierin vrouwelijke trekjes vertonen. En ook niet bang zijn hun gevoel of zachte kant te laten zien. Dat was... En dat werd in elk modetijdschrift beschreven, toch? Jullie knikken instemmend. Dat voelt ook al wel weer alsof we gelukkig verder zijn gekomen dan dat. Alsof toch, wij hadden het erover, een metroman is al iemand die gewoon zichzelf één keer per week doucht en af en toe scheert of zo. Van wauw, basic hygiene, een metroman. Gelukkig zijn we wel iets verder dan dat inmiddels. Ja, op zich. Ja. Enigszins. Ja. Of tenminste, ik hoor de term metroman niet meer zo heel veel. Nee, hij ook niet meer. Nee, dat klopt eigenlijk wel. Denk ik van de definitie hoor je niet meer zoveel, maar het beeld dat jij schetst, lijkt het alsof we die metromannen gewoon vergeten zijn en nu weer terug zijn bij af. One is it? Ja en nee, want je hebt ook mannen, zeg maar, mijn pa gebruikt een dagcreme nu. Snap je wat ik bedoel? Dat is ook niet meer van, dat gebeurt ook veel meer. Ja. Zijn vrienden ook. Zie maar dan wel, is het dan een verpakking in het zwart waarop staat voor mannen? Ja, in hoofdletters met vlammen. Ja, met barbecue geurs. Dan stel je voor dat je een ander soort creme hebt. Ja, vreselijk. Ja, ik zou wel iets willen toevoegen, want ik denk, non-binaire mensen zijn er wel echt altijd al geweest. Dus ook als ik denk aan een David Bowie of aan Prince bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn voorbeelden geweest die voor mij zoveel invloed hebben gehad op mijn eigen zelfbeeld. En daarvoor waren er ook altijd mensen die rollen van masculiniteit en femininiteit aan het bevragen waren. Ja. En dat zie ik dus nu nog steeds. Dus ik denk, ja, metroman. Nou, we kijken naar David Bowie. Ik kijk naar Prince. Hij was gewoon non-binair. Hij heeft het gewoon in diens logo ook gezet. Dat was het teken van een man en een vrouw. Ja. Maar die kon het dan in die tijd niet zeggen. Ik denk dat we daar altijd al waren. En ook een Harry Styles of Sam Smith, die overigens ook non-binair is. Mm-hmm. Doordat we hun zien, zijn we wel non-stop de norm aan het bevragen. En ik zie toch ook dat kinderen deze tijd ook dat echt nu ook zien op TikTok en zich daardoor ook meer hunzelf voelen en voelen dat ze zichzelf kunnen zijn. Dus zien ze het voor of dat bevragen generatie? Ook. Ja, dat bevragen, inderdaad. Ja. Wij zijn hier misschien wat ouder en we dealen ook nog wel met shit en mensen die het niet accepteren, maar ik zie wel echt dat kids daar zo open nu naar kijken. Mm-hmm. Dus het doet ertoe dat we er zijn en dat we onszelf uiten. Ja. Ja, dus daar zijn non-binaire mensen in de queer community echt voorvechters. Ja. Zie je dat nou ook in de gay culture in general? Dat voor homoseksuele of queer mannen daar op een andere manier mee omgaan dan in de heteroseksuele wereld? Ja, een beetje van beide. Want er zijn dan ook weer een soort van daaronder dan weer subculturen. Dus, en dan vrienden die ik heb die dus inderdaad nagelijk dragen. Maar ook dus jongens die heel soort van zulke inner homofobia bijna hebben. En die heel erg dat streven naar mannelijkheid. Dus dat ze... Dat is bijna een soort excuus van, ja, ik ben gay, maar kijk, ik heb wel zulke spieren. Ja, en ik zit wel op voetbal, weet je. Dus een soort gekke bewijsdrang. Ja. Ja, dat wel. Maar ik denk dat, ook wat jij zegt, dat die nieuwe generatie, dus in plaats van ons, de jongere generatie, dat geeft wel hoop. Want ik zie inderdaad TikToks voorbij komen met mensen die uit de kast komen. Of weet je dat het... Ja, of YouTubers met make-up. Precies, en dat het ook niet meer zo'n ding is. Ja. Dus niet van, een man met make-up, maar dat boeit helemaal niet. Het is gewoon, het wordt veel meer gewaardeerd of zo door die jongere generatie. Dus dat vind ik wel hoopvol. Ja. En je had het over subculturen. Is dat dan ook iets wat leeft op dating apps als Grindr of zo? Waar je echt een specifieke eigen... Oh ja, maar kind, daar zit ik niet op, godzijdank. Nee, ik zit... Wat? Ik wel? Nee, ik niet. Nee, ik zit niet op Grindr, maar het is wel... Kijk, nou ja, je ziet wel inderdaad... Dat hoor ik dan van vrienden op Grindr of dan bijvoorbeeld op een Tinder. Daar zie je het over een Happn. Dat zie je no femmes. Dus niet te vrouwelijk.
Ik zag letterlijk een keer iemand die zei letterlijk, als je dik bent, swipe dan naar links. Ja, en dat heb ik ook eerder vaker gehoord. Ja. Nou, ik vind dat echt wanstaltig. Een soort vleeskeuring. Echt, maar dat is het natuurlijk ook. Ik bedoel, online daten is de hel. Maar dat je dan dus mensen, zonder dat je iemand leert kennen, al meteen op uiterlijk of op hoe je je gedraagt, afkeurt, dat vind ik echt wel. Maar dat gebeurt wel echt aan de lopende band. Ja. En waarom doen we dit als community? We zijn toch eigenlijk juist een soort van tegen cultuur, waar we onze eigen normen mogen bedenken. En toch zijn we heel hard naar elkaar. Ja, dat is op zich best wel te verklaren vanuit zeg maar een psychologisch aspect. Dat je hebt gewoon minority stress. Mm. Dus je moet je voorstellen, omdat we als queer community heel erg buiten de norm vallen om gewoon mee te kunnen doen in de maatschappij, moeten we op zoveel dingen letten en met zoveel dingen bezig zijn. Dat zorgt ervoor dat we hebben natuurlijk gewoon heel weinig ruimte met de community. Mm. Wat ook maakt dat als een van ons zich ergens over uitspreekt, dan geldt dat ook meteen voor de hele community. Mm. Dus we hebben ontzettend weinig ruimte. En onderling met die ruimte proberen we natuurlijk meer ruimte te krijgen. Maar dat is gewoon heel zwaar. Zeker als je het in het dagelijks leven minder makkelijk hebt. Omdat je bijvoorbeeld queer bent. Ja, en daarin zie je dus dat sommige mensen misschien toch dat mannelijke privilege maar vast proberen te houden. Door toch heel extra masculien zich te uiten. Ook al ben je dan gay, maar dan heb je toch nog ergens een beetje aan die norm voldoen. Precies, en dat levert natuurlijk ook een stukje veiligheid op. Ja. Dat is voor mij in ieder geval wel iets wat ik heel erg heb gemerkt. Het grootste verschil tussen hoe ik me nu in het leven kan begeven in vergelijking met toen ik door het leven ging als vrouw, is dat ik veel meer veiligheid heb in die zin. Dus het is ook echt een risico om die veiligheid op te geven. Nou ja, dat hoor je Stijn natuurlijk ook zeggen. Als je als man een jurk draagt, kan je een baksteen krijgen. Ja. En ik denk wel dat ook zeker nu er vanuit rechts natuurlijk gewoon veel meer geluid is, dat we ook wel voorzichtig moeten zijn met geloven dat we er zijn. Mm. Als in, er gebeurt gewoon nog helaas best wel veel. Ja. Dus we moeten ook scherp blijven. Ja, en als het gaat over mannelijkheid, bijvoorbeeld, ik ben zelf lesbisch, en als ik dan kijk naar hoe masculiniteit zich bij lesbische vrouwen soms ook kan presenteren, dat is vaak prachtig, kan op veel verschillende manieren. En soms ook, ik bedoel, ik weet niet of jullie de Hey Mama's Lesbian kennen, bekend zijn met dat fenomeen, dat is eigenlijk een soort, bijna een type vrouw, of persoon, noem je dat persoon, die dan bijna een soort de slechte kanten van een hele archetypische heteroseksuele man op zich neemt, die vrouwen objectificeert, die heel erg op het uiterlijk gefocust is, heel erg van mening is dat die eigenlijk een soort de man thuis is. Precies, en dat een vrouw met grote borsten, dat is een soort ideaalbeeld. Dus we pakken het ook weer eigenlijk uit een soort heteromaatschappij en doen het dan zelf. Dat verbaas ik me altijd over. Dat ik denk, nee, dit wilden we juist niet, toch? Dat hoeven we toch? Heb ik iets gemist? Is dit iets? Waarom blijft het zo moeilijk om toch die heteronorm waar we allemaal in zijn opgegroeid los te laten? Kan dat ooit? Zien jullie dat ooit voor je dat we dat echt achter ons laten? Nou ja, wat het lastige denk ik daaraan is dat we het internaliseren ervan gaat heel onbewust. Maar wil je dat afleren, zul je dat echt heel bewust moeten doen. Want we krijgen natuurlijk die signalen, dat krijg je continu door. En soms is het heel, heel subtiel en soms is het heel overduidelijk. Ja. Maar we internaliseren die norm natuurlijk ook. En om er soort van, om ook veilig te zijn, maar ook om er toch bij te kunnen horen, waardoor je die veiligheid hebt, ga je dat denk ik toch bewust ook uitdragen. Dus het gaat ook echt over bewust worden van waar komt mijn gedachtegoed nou vandaan. Ja. Herken je die personen ook? Je ziet ze overal. Ja, ik herken het enorm. En ik snap ook wel dat het ook een stukje is van reclaiming your pride, denk ik. Ook om die heteronormatieve blik op jezelf terug te nemen. En te laten zien dat je dat ook kan zijn op je eigen manier. Maar het hoeft allemaal niet. Dat is wat ik eigenlijk gewoon zelf denk. Wees gewoon lekker jezelf. Ik snap dat mensen uiteindelijk altijd ergens bij willen horen. Dus dat ga je, no matter what happens, altijd hebben. Ja. Maar ik zou toch meer voor een wereld willen streven waarin je gewoon lekker gek kan zijn. En het maakt niet uit of je stoer bent. Of, ik vind alles stoer trouwens eigenlijk. Stoer of zacht. Zorgzaamheid is toch ook hartstikke stoer? Ja, precies. Ja, mannelijk, vind ik. Want Mel, je bent ook nu bezig met een nieuwe film. Een docu genaamd Zwart Geluk. En die gaat onder andere over de queer gemeenschap.
Is dat dan een plek waar je ziet dat mensen erbij kunnen horen en toch die op die veelvuldige manieren zichzelf kunnen zijn? Ja, nou, in de film wat ik daarin opzoek is het geluk onder de zwarte gemeenschap in Amsterdam. Waaronder ik ook een transvrouw in volg. En wat ik zo tof vind aan haar is dat zij door de straten paradeert en she doesn't give a shit about anything. Ze krijgt heel veel blikken toegeworpen. Maar nog steeds is ze zichzelf. En het is voor mij heel inspirerend om te zien hoe zij daarmee weet te dealen. En haar eigen kracht nog steeds vindt. Dus weet je, ze zegt iedereen gedag die naar haar kijkt. Heel vriendelijk. Maar ze loopt ook gewoon lekker verder. En ja, in de film probeer ik dat ook meer te omarmen. Hoe haal je kracht uit verdriet? Ja. Want, en hoe doe je dat? Waar haalt zij die kracht vandaan? Is dat uit zichzelf? Is dat uit de mensen? Ik denk uit jezelf. Ik denk wanneer je als transpersoon, je moet heel veel zelfreflectie doen. Het is een opgave. Het is heel veel in de spiegel kunnen kijken en zeggen, hé, wie ben ik? En weten dat je liever kiest voor je geluk in plaats van depressie. Iets wat Alok Menon ook trouwens heel veel zegt. Dus ik denk dat ze het haalt uit zelfliefde, maar ook met queer mensen en trans mensen kunnen zijn en weten dat je elkaar hebt, elkaar kunnen steunen. Dus eigenlijk een soort safe spaces. Ja, je moet je safe space hebben en ook je chosen family uiteindelijk. Ik denk dat je die heel goed moet kiezen als je als queer of trans persoon door het leven gaat. Wat ook een uitdaging kan zijn voor veel jonge mensen. Zeker. Hoe, zeg maar, als jij iemand zou moeten adviseren om te beginnen met dat soort mensen te vinden die misschien helemaal niet dicht bij een grote stad wonen, waar zou jij dan beginnen? Nou, ik ben begonnen bij Jong en Oud. Toen ik, dat is een website, dus ik ben het gewoon op het internet gaan zoeken. Dat is een website. Jong en Oud, like out of the class. Jong en Oud. Jong en Oud. Ja. Nou, er zijn safe spaces op het internet waarin je queer mensen kan ontmoeten en ook activiteiten aan kan gaan. Ik denk ook echt dat TikTok heel erg helpt. Ik zit er niet heel veel op, maar mijn zusje wel. Mm-hmm. Online en Instagram helpt ook heel veel. Nou, ga naar concerten van, weet je, de queer icons die je hebt. Ga naar een Lil Nas concert. Dat is echt een slimme zet. Daar zie je ze allemaal. Ja, dat is wel waar, ja. Hebben jullie daar nog toevoegingen op? Wat zijn andere tips die je mee zou kunnen geven? Ja, ik denk dat omdat queer mensen dus ook weten hoe het is als je nog niet zoveel mensen kent, dat je eigenlijk bijna alle queer mensen wel bijvoorbeeld kunt benaderen en een berichtje kunt sturen via Insta of whatever. Want er zijn... We weten allemaal hoe dat is en we helpen elkaar gewoon graag ook. Letterlijk dat, ja. Ja, toch? Dat was ook mijn antwoord. Van, ik krijg soms DM's inderdaad van tieners of van jonge mensen die dan zeggen, oh, maar hoe doe je dan dit? Of kan je, of hoe ben jij uit de kast? Helemaal zo. En ik denk dat de meeste mensen, hoop ik, daar echt heel erg ontvankelijk voor zijn. En dat je, ik neem altijd de tijd om iets terug te sturen. Omdat inderdaad wat jij zegt, je weet hoe het was, hoe het is. Mm-hmm. Zijn allemaal anders, weet je zo. En ik vind ook, en dat zeg ik ook over mezelf, is dat, weet je, ik ben... gay, maar uiteindelijk ben ik en 2 meter en wit en ben ik zeg maar passing qua als ik mijn handen bijvoorbeeld nu in mijn zak heb, dan denkt iedereen van oh ja prima, dan wordt er niet soort raar naar me gekeken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus ik heb al in die community ook al best wel een hele geprivilegeerde plek. Mm-hmm. Dus dan is het aan mij de taak, vind ik, en eigenlijk ook aan mensen met mij, om dan dus mensen die dat niet hebben te steunen en een duwtje in de rug te geven en te helpen waar nodig. En als ik ergens een stageplek weet, dan probeer ik dus mensen te vinden die dus minder snel ergens tussenkomen en ze een goed woordje voor ze te doen, bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat je moet ook weten wat je privileges zijn en daarin dus ook mensen voordragen en in elkaar, elkaar helpen en vooruit gaan. Want uiteindelijk blijf je een soort minority, dus als we dan met z'n allen elkaar helpen in plaats van naar beneden duwen, weet je wel, of ellebogenwerk toepassen. Ik denk dat dat al echt heel veel verschil uitmaakt. Ja, nee, dat ben ik het helemaal mee eens. Dan ben ik eigenlijk nog wel benieuwd naar als er 1 les is over mannelijkheid. Ik bedoel, jullie hebben allemaal verschillende projecten. Jij werkt online ook superveel in het theater, overal. Met de films die je documentaires jullie maken en nog gaan maken. Zoveel mooie projecten, ongetwijfeld. Wat zou dan een les zijn over mannelijkheid die jullie misschien dus vanuit jullie werk hebben geleerd zelf, die je mee zou willen geven aan iemand die hier naar kijkt en denkt, oh ja, zo had ik er nog nooit tegenaan gekeken.
Oeh. That's a pressure. What a question. Kijk maar even. Oké, is goed. We gaan even naar de reclame. Straks. Hey, is die er? Of is het, zijn jullie zelf ook nog heel erg zoekend daarin? Of dat je denkt, nou, dit heeft mij geholpen om dus bijvoorbeeld te leren dat mannelijk zijn ook kan inhouden dat, het zorg, dat je zorgzaam kan zijn. Ja. Ook kan inhouden dat je met je handen praat. Ook kan inhouden dat je af en toe een jurk draagt. Ja. Ik vind uiteindelijk, mannelijkheid is uiteindelijk ook gewoon alles. Dus of je nou roze draagt, zorgzaam bent, wat Tijn ook zegt. Het maakt niet, we moeten af van die labels, dat is het meer. Dus ik vind dat, wat ik zei, mannelijkheid en masculiniteit is niet erg. Mm-hmm. Het is prima, dat zijn in principe gewoon gezellige kenmerken. Alleen het probleem is dat heel veel dingen er niet onder vallen, onder die paraplu. Mm. Dus ik denk dat als we dat meer bereiken, dus dat mannelijkheid veel meer is dan die bier en tieten en Call of Duty en FIFA. Ja, maar dat... Yes, opzomming, sorry. Ik denk als we al breder gaan kijken naar wat nog meer ook mannelijk kan zijn. Dus over emoties praten, weet je wel. Dat is gewoon, dat is een mensending. Dat is niet een mannelijk of een vrouwelijk ding. Dat is gewoon iets wat iedereen heeft. Ja, iedereen... dat er ook minder op het spel hoeft te staan. Dat je denkt, mannelijkheid is zo smal. Als ik daar één stapje buiten doe, dan val ik helemaal. Ja, als we dan toch in hokjes denken, maakt dan dat hokje groter. Ja. Snap je? Nou. Zet daar dan meer dingen onder. Top, nog toevoegingen? We schrijven mee. Ja, wees de mens die jij wil zijn. Het maakt niet uit wat je leuk vindt. Je kan FIFA spelen en dat tof vinden. Je kan nagels lakken en dat tof vinden. Uiteindelijk ben jij je eigen persoon. Mm-hmm. En dat is het belangrijkste dat het u doet. En daarmee help je ook mensen. En daarmee dus ik denk dat jullie ook zeg maar met wat je maakt, weet je, hoe je je op Instagram profileert. Ik denk dat je daar ongemerkt al heel veel mensen mee helpt. Ja. Dus eigenlijk moeten we hier over 10 jaar weer zitten. Dan vragen wat het meest cliché dat je kan bedenken over mannen. Dat we hier eigenlijk allemaal geen antwoord op hebben. Ja. Geen idee. Ik hoop het. Ja. Dat we dan eigenlijk komen met die definitie van metroman. Dat dan hypermasculine. Weet je nog wat de mensen mannelijk of niet noemen. Ja. Nou, daar gaan we heel hard aan werken. Dank allemaal voor jullie bijdrages. En dat jullie hier wilden zijn. Ja. Dank jullie wel. En we hebben deze editie ook een hele hoop films die mannelijkheid bevragen. En daar is één van, de shortfilm Mon CRS. Dat is een modern muzikaal sprookje over een hypermasculine agent en een non-binaire artiest en de liefde die er tussen hen ontstaat. We hebben de twee hoofdpersonen gesproken in Parijs. Dat zijn Otman en Mathis Chevalier. En daar gaan we even naar kijken. C'est moi qui commence. Bonjour, je m'appelle Mathis Chevalier. Moi j'ai un sourire quand même tout à l'heure, j'ai un sourire à côté. Et je suis acteur. J'ai 24 ans et je suis très honoré d'avoir joué dans ces films. Je veux que les personnes ressortent avec de l'espoir, croire en ses rêves. Je veux que les gens ressortent de ce cinéma la tête pleine d'un plein de questions. Parce que par rapport à mon histoire à moi, par rapport à mon apparence, par rapport à qui je suis, c'est compliqué, par rapport à ma religion, c'est important d'en parler. La déconstruction est une des clés. C'est compliqué de s'imaginer et d'imaginer que c'est possible d'être qui on est, d'accepter à 100% notre choix de vie. J'aimerais que le public sorte de ce cinéma le cœur en fleurs. C'est à ça qu'invite le court-métrage, c'est à rêver d'une utopie. On en a tous des rêves de gosse, on en a tous fait, plein, chacun les siens. Alors quand t'es comme moi, tu luttes pour ne pas grandir. Tu luttes de toutes tes forces. Tu luttes pour que l'enfance, elle reste en toi. Et tu serres les poings. Tu serres de plus en plus fort. Tu retiens.
Moi j'aime un galonné, des campagnes républicaines de sécurité. Je te laisse l'honneur. Je m'appelle Mathis Chevalier, j'ai 24 ans, je suis à CRS accessoirement dans le court-métrage de Marc. Mon personnage est quelqu'un de très à cheval sur les règles. Il a une hygiène de vie... Il est très renfermé sur lui-même aussi. Enfermé, ouais. Et il a une hygiène de vie carrée, il s'occupe de ses chemises, il fait de la boxe, il prend soin de lui. Et un jour, il est troublé par une rencontre. De là s'ensuit une quête, faite de désirs, de remise en question sur lui-même, sur ce que c'est d'être un homme, sur ce que c'est d'être, tout simplement. Pour moi, je m'appelle Otman, j'ai 24 ans, et j'ai joué le rôle d'une femme non-binaire, trentenaire, d'une chanteuse de cabaret, sûre d'elle, sexy. Elle est plus sûre d'elle que moi, donc voilà, j'étais très honorée de jouer dans ce film. Ce qui m'a attiré dans ce projet, c'est la déconstruction qui est présente dans ce projet, parce que je pense que la déconstruction est une des clés pour le futur de notre génération, qu'elle soit sexuelle ou encore sur la consommation ou même politique. Je pense que la déconstruction est une des bases pour notre futur. J'ai été attiré par ce projet tout d'abord parce que j'ai rencontré Marc aussi dans son exposition sur les pissotières. Je me rappelle que j'avais tout de suite été marqué par cette vision qu'il avait de rendre les choses des fois sales, ou en tout cas qui peuvent paraître sales pour les gens, belles. Quand j'ai lu le scénario, j'ai tout de suite reconnu la même intention. C'est pour ça que je me suis engagé dedans. Ce projet m'a intéressé, tout d'abord c'est politique, ça parle d'espoir, ça parle de réconciliation avec la masculinité et la féminité dans tout son genre, parce que je suis un garçon qui assume et qui en joue beaucoup avec son androgynité. C'est quelque chose qui me plaît depuis tout petit et ça me tenait vraiment à cœur de jouer dans ce film. Et aussi tout d'abord parce que je viens d'une famille musulmane et c'est très compliqué. Et quand j'étais petit, je suis fier d'être un garçon, mais j'ai toujours rêvé d'avoir des cheveux longs, des longs talons. Me voir dans ce film, dans ce personnage d'une femme trans, de trentenaire, sûre d'elle, diva. Donc ça plaît pas forcément à ma famille, à mon entourage, mes choix de vie, ma sexualité. Mais c'est très important pour moi de donner ce message. J'ai senti aussi que je pouvais me servir de mon corps d'une autre manière dans ce court-métrage. C'est-à-dire que souvent, je fais des scènes d'action, des scènes où je dois me battre. Et là, j'ai vu que je pouvais porter un message et même aller à l'encontre de ce que pouvait peut-être représenter mon corps, quelque chose de dur. Je pouvais aller montrer de la tendresse et que donc on pouvait faire bouger les codes. T'avais envie de le faire parce que j'étais là aussi. Ben oui. J'ai été attiré par ce projet parce que j'ai vu que il allait gêner beaucoup de gens, tout simplement. Un message politique, c'est important. Voilà, il allait chatouiller peut-être la communauté LGBT, ou encore les policiers, ou encore les hommes virils, en fait un peu tout le monde. Et perturber les gens, c'est leur faire se poser des questions et donc les amener à ressortir du cinéma avec une tête pleine de questions sur eux-mêmes, sur leur rapport aux choses, sur leur rapport à la masculinité, sur leur rapport au désir. C'est deux messages différents mais qui se ressemblent énormément. Mais moi, mon message, c'est plus un message par rapport à l'acceptation de soi. C'est très différent par rapport à la société dans laquelle on vit. Pour moi, c'est plus compliqué de vivre dans mon corps que le tien, mais il y a des personnes qui verront ce film au cinéma ou en DVD et qui vont se poser la question à la fin de « en fait c'est possible, en fait c'est possible d'être qui je suis et de jouer une diva alors que je ne suis loin à des kilomètres d'être une diva », tu vois ce que je veux dire? Et au final il y a quelque chose de similaire dans les deux personnages, c'est-à-dire que ils ont tous les deux une enveloppe corporelle et des désirs et ils ont le droit de rêver l'un et l'autre. C'est ça le truc. Ils ont le droit de rêver. Moi, le message qui me touche le plus, c'est la réconciliation de la masculinité. Parce que la fille du MMA, t'es un homme masculin, homme viril. C'est ça, si on peut dire ça entre guillemets. Et au-delà de ça, je pense qu'on, dans le court-métrage,
on aborde notre rapport à la virilité. C'est-à-dire qu'Whitman, au final, a une virilité, moi j'en ai une. Une féminité, elles ont chacune leur la sienne, quand, toi, à la fin, quand tu danses, tu montes en côté un peu plus, tu tours. Donc on voit au début que t'es fermé. Bon, je vais pas tout raconter le film. Voilà, mais elles ont chacun leur forme et leur équilibre, et on a tous notre manière de trouver notre équilibre avec cette féminité, cette masculinité. S'exprimer. Mais ouais, il faut les accepter, c'est aussi ce que distribue ce court-métrage comme message. La terre tourne pour les enfants. Ceux qui grandissent, tant pis pour eux. Ja, nogmaals dank aan al onze gasten, Tijn, Melstein. Fantastisch dat jullie er waren. En ben jij thuis nou enthousiast geworden naar een van de films die we hier hebben besproken? Of naar heel iets anders? Ga dan naar rozefilmdagen.nl en daar zie je het hele programma van ruim 244 films die de komende tijd geprogrammeerd staan in Amsterdam. Koop je kaartjes en dan zien Tirza en ik je heel graag in de filmzaal. Tot dan!